Soms moet je lokaal dingen eerst proberen en doen om te laten zien waar het in de sector dan moet veranderen. Als je dat niet doet, blijft het een soort abstracte discussie. Dus is het goed om pilots te doen. Eigenlijk is mijn aanpak, doe pilots, maak duidelijk wat er veranderd moet worden en ga die dan proberen te bewerkstelligen. Ook nu, we hebben twee grote projecten, ook samen met het versnellingsplan en de zoneflexibilisering, studentmobiliteit bevorderen en microcredentials. We bouwen nu een grote infrastructuur die het heel makkelijk maakt zich in te schrijven in een andere instelling. En gaandeweg merk je steeds meer wat er allemaal komt kijken. Hoe diep in de studentadministratie dat ingrijpt. Welke regelingen in ons eigen oer, dus de examensregeling, niet klopt. Maar ja, dan moet je daarmee dealen. Kijk, het doel is wel helder, maar je moet ook de moed hebben niet met een blauwdruk te werken, maar gewoon aan te pakken.